krijg je een ijs? Altijd. Nou, maar dit weer wat minder, maar oké. Ik lust wel een ijsje. We hebben 26 kinderen. Ja. Die kinderen kunnen allemaal een ijsje verdienen. Klopt. Maar dat moeten ze wel verdienen door goed te luisteren. Ja, en dat is nogal lastig. Dat is lastig. En hoeveel zeg jij dat we gaan luisteren? Ja. Hoeveel van de 26? Ja. Ik denk dat we één blijft staan. Oké. Okay. Ik denk dat ze allemaal erin gaan. Ik heb vertrouwen in één kind nu. Oké. Ik denk dat ze allemaal... Hey, luister goed. Ik tel dadelijk tot 3. Bij 3 springen jullie allemaal tegelijk in het water. En draai jij om en ga je naar de juffrouw en naar de meester kijken. En ga je water trappelen. Let op, hè. Kijk naar voren. Ik ga tellen. Bij 3 springen jullie erin. 1, 2, 3. Ja! Ja, kijk naar je armen en je benen. En dat was 26 reisjes verdiend. Dat was 10. Ja. Dat is heel wat anders dan 3. En met je armen en je benen. En recht naar voren kijken, dat is belangrijk. Oké, nee, je mag even naar je papa of mama draaien of je meegenomen hebt. En ga maar even zwaaien. Kom maar met papa, opa, hier begint het voor. Heel goed, en dan mag je weer deze kant op kijken. En dan ga je gewoon weer rustig met je armen en je benen naar de knappen. En we gaan even een rondje draaien. Heel goed. Zijn we al moe? Ja! Hey, Jurk! Jurk! Ja? Weet je wat ook heel leuk is? We zijn nog niet moe. We kunnen hey, even. Luister goed. Alleen vandaag. Uh-oh. Alleen vandaag. Mag je één keer je tong uitsteken naar je papa en mama, want die komen toch niet in het water. Mag één keer. Steek je tong uit, hè. Mag één keer, hè. Want ze komen toch niet in het water. Oké, nou, goed. Kijk maar weer. Ga, hallo. Hé. Van die kant op. Wat ben je aan het doen? Hé, ja, jij mag nu even langer door. Laat het door. Ja. Ik kom zo naar de kerk. Of zullen we aftellen? Ja, van 10 naar 0, hè? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. En als hij eruit komt, dan ga je hier zitten, op de bank hier. Op mijn mooie stenen bank. Met je voet aan de bank. Zo, en dan ga je even rustig naast elkaar zitten. De muur is groot genoeg voor jullie allemaal. Ja, alle dikke pinnen tegen elkaar. Dus als je een beetje tegen elkaar aan zit, dan moet je gewoon op de grond neerzetten. Dan moet het passen. Je moet op de hand gaan zitten. Zo, niet zo dicht tegen elkaar dat je half bij elkaar op schoot zit. Maar als je een beetje tegen elkaar aan gaat zitten, dan past dat. Ja, maar niet iedereen vindt dat zelf. Ja, schuiven. Even schuiven. We moeten op 2 dames zitten. Bijna. We gaan eerst even allemaal zitten. Ja, zitten we? En we zitten allemaal. Hey, jongens, ik ga even aan jullie vragen. Ik ga even aan de kant. Denken jullie dat jullie... Ga je gang. Denken jullie dat jullie het hebben gehaald? Ja! Hè? Ja! Zullen we dus even aan al die papa's en mama's en opa's en oma's, broertjes en zusjes vragen? Ja. Denken jullie dat ze het hebben gehaald? Ja! Ja! Ik dacht heel even dat er iemand nee zei. Ik dacht het heel even te horen, maar ik weet niet wie het was. Dat is een beetje jammer. Ik ga even met de juffrouw Laura even overleggen. Jullie blijven even zitten. Ik ga even de muziek uitzetten. Oh, wat spannend allemaal. Wij gaan even overleggen. Wat zijn gekken hier? Ja, houden jullie ze in de gaten? Ja, wij gaan zorgen dat we niet meeluisteren. De Laura, ik vond de... meisjes mooier zwemmen als de jongens. Nou, meester, ik vond ze eigenlijk allemaal wel netjes zwemmen. Nou, ik vond ze niet netjes zwemmen, nee, echt niet. En het luisteren, het luisteren was ook niet goed. Is dat zo? Dat was niet goed, dat luisteren.
Ik tel tot 10 en dan springen ze het water in. Wat een oliebollen zijn het ook, hè? Geen ijsjes, dus wij hebben die 26 ijsjes. Maar als ik nu eens ga, als ik nu eens ga vertellen, ja, dat dadelijk de jongens en de meisjes het niet hebben gehaald, ja, dan zien we ze de volgende week nog een keer terug. Ja? Ja, dat is goed. Zal ik dat tegen ze vertellen? Ik vind het wel een beetje moeilijk om te vertellen, maar ik ga het wel even proberen. Ja? Doe dat maar. Als ik maar zeg tegen jullie, moeten jullie hem pakken met z'n allen. Dan gaan jullie hem allemaal pakken. Ja! Ik vind het toch heel moeilijk om te gaan vertellen tegen jullie. Ja, die zijn al van mij. Maar ik vind het toch nog steeds heel moeilijk om te vertellen. Om te vertellen dat jullie allemaal je diploma hebben gehaald. Is het geheel klaar? Oh, dan moet je even...